Het is dinsdag, het is 4 uur en dat betekent een nieuwe video van je boy Kielfin. Geef me vast een duimpje omhoog, want dan heb ik gehoord deze video een fantastisch woord. Kielfin, duimpje omhoog. Jullie zijn van die vieze vragende lui. En dat kan ik altijd waarderen. Jullie hebben namelijk heel veel vragen gesteld en die ga ik hier voor jullie even beantwoorden. Dit is de Q&A van Kielfin. 4000 vragen. Ik ben toch geen Obama meer, jong? Kijk je porno? Nee. Wat zouden mensen meer moeten doen? Er is een bepaalde move in het leven en die wordt te weinig gedaan en die gaat als volgt. Ik heb een vriend van mij, die kan het ook heel goed. Quentin, ben jij daar? Hier. Yep. Goed, doe even de move. Inderdaad, mensen. Hoe ben je erachter gekomen dat je YouTuber wou zijn? Het is niet zo dat je een dag opstaat en denkt van hey, zo, ik wil er een zijn. Ja! Nee, zo werkt het niet. Op een gegeven moment vervul je gewoon helemaal de tering in en ga je een filmpje maken en dan kijken veel te veel mensen ernaar en dan beland je waar ik nu ben, namelijk hier. En dat heb ik allemaal aan jullie te danken. Dus dankjewel! Wat vind je van Justin Bieber? Justin is een super aardige gast. Ik ken hem natuurlijk persoonlijk, weet je. We hebben een aantal keren gechilled en daaruit blijkt toch dat hij een aardige jongen is. Maar ik was laatst eens een keer in Amsterdam aan het chillen met iemand en toen kwam hij in één keer op de foto zo van ik ben er ook, moet je maar kijken. Ik was met Martin. Shoutout. En die vieze Justin moest er ook maar weer bij. Fuck it. Hoe lang heb je al met je girl? Oké. Yo dames en heren. Yo, het is je boy. En ik ga vertellen hoe lang ik al met mijn girl heb. Ik heb al ongeveer 4 jaar met mijn baby. En dat wil ik toch even vertellen. Want ben je niet gehad in Netflix en chill. Oh baby, ik mis je zo. Wat zou je doen als je een dagje onzichtbaar bent? Dat is toch praktisch onmogelijk om onzichtbaar te zijn, jongens. Doe even serieus. Ja. Ask Calvin, zou jij ooit nog eens willen bungee jumpen, skiën of snowboarden? Geachte Furtje fan, ik kan het niet over mijn hart verkrijgen dat jij mij Calvin noemt. En daarnaast vind ik het niet leuk dat jij een fanaccount hebt van die smerige Rutger Fink. En daarom dat ik jouw vraag niet ga beantwoorden. Grapje, Rutger is echt een aardige jongen. Kijk maar hoeveel lol we hier hebben. Jij zei wat doe jij anders? Nee, ik snapte de vraag anders. Ik dacht, wat is je raarste foto met Peter samen? Er was ooit een dag waarop wij een foto hadden gemaakt en dat was zo fucking raar. Laat maar even kijken. Hoe oud was jij toen je 12 was? What the f... Heb je ooit getwijfeld of je homo was of niet? Nee, gekkie. Piemel. Hoeveel fucks geef je? Kijk naar mijn hoofd en besluit hoeveel fucks ik geef. Inderdaad, 0. Kielfin, hoe ben je gekomen waar je nu bent met welke instelling? Dit is waarschijnlijk de enige vraag in deze video die ik een beetje serieus ga beantwoorden. Het begint allemaal bij het 's ochtends wakker worden en een bepaald besef hebben, nadenken over het feit van ja, vandaag ga ik geen normale dag beleven. Het enige waar ik me vandaag op ga focussen is coke snuiven, money maken en bitches pakken. En dan kom je er. Hoe heb jij Nina ontmoet? Op een gegeven moment liep ik over straat. Ik kan me nog heel goed herinneren. En dan zag ik een chick staan op de hoek van de straat. Super mooie meid. Echt super mooi. Dus ik loop naar haar toe, vet zenuwachtig. Ik zo van, oké, gaat dit lukken? Ik ben wel, ik voel wel wat, weet je. Dus ik zo er naartoe. En ik tik haar op mijn schouder en ze draait om. En ze zegt, yo, what the fuck, moet je G? En ik zeg, ja, ik zag dat je een app had. Welke app is dat? En toen zei ze dat is Tinder. En toen download ik Tinder en toen kwam ik Nina tegen. En zo hebben wij elkaar ontmoet. Verliefd voor in de eeuwigheid. Grapje, het was geen Tinder. Het was gewoon real life shit op school, hè toch? Wat vind je ervan dat vrouwen poepen? Nee joh, dat is, ik kan er niet. Ik kan er niet poepen. Zo'n vrouw kan er niet poepen. Oké, ik kreeg laatst een bericht van een aantal mensen die zeiden, Kielfin, je hebt geen nieuwe video. Ik heb al maanden geen video van je gezien op de Kielvlog. En dan dacht ik, what the fuck? Ik heb gewoon altijd geüpload. Behalve vorige week. Maar dat komt omdat je op YouTube een bepaald iets aan moet klikken. Dat kan op twee manieren. En dat zie je hier. Je moet hier klikken zodat je elke keer op de hoogte wordt gehouden van mijn nieuwe video's. Dus als je altijd nieuwe filmpjes wil zien, dan kan dat. Maar dan moet je even klikken op dit ding.
Of ik kan ook naar mijn kanaal gaan en dan rechtsbovenin, zo naast de subscribe, op dat wieltje. En dan klik je erop en dan kom je op pagina. Dan moet je even zeggen, ik wil altijd Kelvins hoofd in mijn hoofd. En als je dat doet, dan ben je altijd op de hoogte van mijn nieuwe video's. Want dat vind ik wel belangrijk, want ik vind het leuk om ze voor jullie te maken. En jullie vinden het leuk om ze te kijken. Maar dan is het zonde als fucking YouTube daar even niet voor zorgt. Hoi mijn YouTube. Joep-toep. En daarnaast heb ik ook nog Snapchat en Instagram en ook Twitter, maar dat gebruikt niemand meer. Maar goed, alles is Kalfijn. Ik post hele leuke dingen, dat is heel erg Kalfijn. 3 foto's per dag, laat je afvragen of iemand nog wel leeft. I wanna be an American in the open again. Oh.